als wij tegen jongens moeten spelen, dan zijn die altijd heel wild. En soms ja, dan zijn er bij ons echt aan het wenen omdat ze zo wild zijn. Dus ik denk wel dat dat goed is, dat ze daar dan misschien ook rekening mee kunnen houden. Soms inderdaad zie je wel dat het zo oneerlijk is of zo. Of dat de scheidsrechter bijvoorbeeld niet zoveel fouten blaast en dat dan de ouders zo roepen of zo. Ik vind dat dat wel beter kan. Die spelers zeggen ze van je kan beter ballet gaan doen, want je bakt er niks van. En dan soms is dat wel jammer. Toen zijn we naar huis gegaan, want wij vonden dat echt niet fair. Dat kan beter. En daarom gaat de scheidsrechter nu na elke match doorgeven hoe de spelers, supporters en trainer zich gedragen hebben. Ik denk dat als er een ploeg heel boos of zo is, dat dat ook niet gemakkelijk is om daar dan tegen te zeggen dat die niet fair aan het spelen waren of zo. Dus ik denk wel dat dat een beetje moeilijk wordt. Het nieuwe puntensysteem is er vanaf dit weekend en de meisjes van FC Dames Ternat geloven erin. Zo gaan ze ook een keer niet meer zo agressief doen, zo gaan ze een keer nog serieus doen. Nu was het zo om winnen en verliezen en zo, maar dat vind ik niet zo, daar heb je geen plezier aan. En ik vind dat als je fair play speelt, dat je dan veel meer plezier hebt. Hoi, de video die heb je al bekeken. Nu nog liken en abonneren. Dikke merci om te kijken. En oh ja, we hebben nog veel meer video's, dus zeker eens checken.